Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort. Welkom bij het Zandvoort Journaal. De komende weken praten we u bij over de gebeurtenissen op en rondom het circuit. In deze aflevering een reportage over de toekomst van het toerisme in Zandvoort. Kijk, wat Zandvoort mooi maakt, dat zijn toch altijd de bezoekers die hier komen. We zijn bij de Techno Challenge, een project om jongeren voor techniek te interesseren. We komen in Nederland nog steeds enorm veel technici en beta afgestudeerden tekort. En daarvoor hebben we een educatief project gestart. Vanaf de basisschool, echt vanaf kleuters, tot en met de universiteit, door de hele onderwijsketen heen. En bespreken we weer een bocht met coureur Michel Blekemolen. Dat straks, maar eerst gaan we even langs directeur Erik Weijers. Want het circuitpark Zandvoort gaat op reis. Aankomend weekend op 24 en 25 juli dan gaan wij met het Tango Dutch GT4 kampioenschap naar het circuit van Spa-Francorchamps, waar we in het voorprogramma van de 24 uur rijden. Het Dutch GT4 kampioenschap is een kampioenschap wat door circuitpark Zandvoort helemaal wordt georganiseerd en gepromoot. Vijf races daarvan vinden per jaar plaats in Zandvoort, dat echt de thuisbasis is van het kampioenschap. Maar één, twee keer per jaar wil men ook wel eens op een ander circuit rijden. Dus dat gaan wij de komende week doen met de jongens. La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Zandvoort aan zee, voor velen een begrip. De badplaats die sinds 1100 in de geschiedenisboeken voorkomt, ontstond ooit als Zandevoerde. De naam is samengesteld uit zand en voorde en betekent droge weg door het drassig landschap. De magie van de badplaats is natuurlijk de zee en de duinen, zoals dat door verschillende artiesten werd bezongen. Want als de zon schijnt, willen veel zonaanbidders er naartoe. Wij zijn en wij waren en wij zullen ook in de toekomst zijn de badplaats van Amsterdam. De kreet Amsterdam Beach is al diverse keren gevallen, maar dat geeft wel echt aan wat wij zijn. Het achterland Amsterdam is natuurlijk niet het enige, want er zijn meer gemeenten enorm in opkomst, de Haarlemmermeer bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk traditioneel onze buitenlandse gasten, voornamelijk de Duitsers, maar dat wordt ook steeds meer. En wij proberen ook andere bronnen aan te boren. Ik wil alleen naar Zandvoort, Zandvoort bij de zee. En dan is er sinds de jaren 40 het circuit van Zandvoort, dat het dorp internationaal op de kaart zette. Wethouder Wilfred Tates ziet de badplaats dan ook als de bakermat voor het strandtoerisme voor de omgeving. We hebben een bijzondere strandexploitatie, enorme concentratie restaurant, strandbedrijven, zeg maar. En dat willen we ook jaar rond gaan ontwikkelen. Dat zal een totaal ander beeld geven, want dat is niet alleen maar, en dat is de voorlopige planning, 5 strandtenten die het hele jaar door open moeten zijn. Maar dat betekent ook dat je het hele dorp daarop aan moet passen. Dat betekent dat als wij onze gasten ook in de winter willen ontvangen, en er is een lekker winterzonnetje, dat we ook de terrassen daar aangepast moeten hebben, zodat je daar in de schaduw kan zitten. Dat betekent ook dat we, anders dan nu is, ook in de winter logies kunnen aanbieden en moeten aanbieden. Dus dat is een hele serie van maatregelen die we nemen om Zandvoort klaar te stomen voor de komende 20, 25 jaar. Ook de plaatselijke VVV heeft plannen met Zandvoort. Lana Lemmens wil vooral de wensen van veel bezoekers tegemoetkomen. We hebben ook wel eens in Nederland van die dagen dat het niet droog is. En dan zou het gewoon prachtig zijn om
slecht weervoorzieningen te hebben, zodat we het hele jaar rond aantrekkelijk kunnen zijn. Ik roep gewoon wilde dingen. Ik zou misschien wel een indoor speelpaleis willen zien. Of van mij apart weer een dolfinarium of een mooi theater. Ik kan het wel verzinnen hoor. Ik weet niet of het allemaal mogelijk is en of het uitvoerbaar is. Maar dingen waar mensen zich binnen kunnen vermaken, al dan niet met kinderen. Ja, dat lijkt me wel echt een positief punt. Ook het circuit speelt een belangrijke rol in de toekomst van Zandvoort. Even was er het afgelopen jaar sprake van een mogelijke verhuizing richting Den Helder. Maar na luid protest van inwoners en politiek ging dat plan snel van tafel. Zandvoort blijft dus een racedorp. Ik kom al vanaf mijn derde jaar in 1948 op het circuit. En heb daar vele races gevolgd. Ik heb daar als kleinkind Prins Bira, een van de eerste winnaar van de Grand Prix, handje geschud. En ik heb daar nog beelden bij. En het circuit, dat betekent veel voor mij. Ook zijn er plannen om het aantal geluidsdagen waarop autoraces kunnen worden georganiseerd te vermeerderen. De verwachting is dat in de loop van dit jaar dit uitgebreid wordt naar 12. En dat zou betekenen dat wij ook grote internationale races hier in Zandvoort binnen kunnen halen. Zandvoort heeft dus de ambitie om een badplaats met allure te worden. En om racefans naar het circuit te blijven trekken. Wat ik uit mijn omgeving hoor is dat het mede die naamsbekendheid heeft versterkt. Niet alleen het strand, waar vroeger met name op werd gefocust, maar vooral ook het circuit heeft internationaal die bekendheid van het dorp Zandvoort neergezet. En er is denk ik geen enkele andere gemeente in Nederland die zoveel naamsbekendheid heeft met een dorp van 16.600 inwoners. Want wij zijn een dorp en daar ben ik heel trots op dat je een dorp bent. Dat heeft heel veel goede kwaliteiten. Nou, en dat zie je dan in zo'n naam terug. La mer. A bercé mon cœur pour la vie, la mer. On va danser. Zandvoort heeft sowieso een prachtig strand. Uiteraard, want we zijn aan de kust. Maar dat in combinatie met het circuit, niet te vergeten. Het circuit is natuurlijk uniek. Er is geen badplaats in Nederland met de aanwezigheid van een circuit. Daarnaast hebben we twee prachtige natuurgebieden om ons heen liggen. Ik zou hem zeker aanraden om daar eens doorheen te lopen. De rust, de mooie natuur om je heen, dat zou je haast niet verwachten als je hier op het drukke strand staat. Daarnaast hebben we leuke winkeltjes waar je goed kan winkelen, leuke huisjes waar je mooie wandeling kan maken. We hebben twee musea. Ja, Zandvoort is eigenlijk naar mijn idee aantrekkelijk op allerlei gebieden. Men weet in Brazilië precies waar Zandvoort ligt, nog steeds vanwege de autosport. Nou ja, als je zo'n merk hebt, dan kan je veel kanten uit. En dat circuit maakt Zandvoort bijzonder. En waar we nu enorm aan werken, dat is de synergie tussen het circuit en Zandvoort. We moeten veel meer in Zandvoort merken van het circuit in de zin van bezoekers. En wij hopen dat ook het circuit daar de vruchten van plukt. Pour la vie. Van harte welkom. Het is de bedoeling dat jullie een fantastische techniek en wetenschapdag gaan beleven. Zo dadelijk de Techno Challenge. Een project om jongeren voor techniek te interesseren. Maar nu eerst raceles van een van de beste coureurs van ons land, Michel Blekemolen. Elke week bespreekt hij de bocht. De Hugholtzbocht. Ja, dat is wel een apart ding eigenlijk. Daar zit een naam aan van een ex-directeur, een gewezen directeur. Volgens mij was het bijna de eerste directeur. Een hele goede man, die heeft het circuit opgebouwd. Heeft heel veel circuits naderhand nog ontworpen. Heeft heel veel autotesten gedaan. Zijn zoon race nog steeds. Heeft niet meer wat met circuit te maken, maar dat was wel een bijzonder iemand. Door hem heb ik zelfs mijn eerste rondjes op het circuit gereden. Toen ik een jaartje of 10 was, toen mocht ik op een autopetje met een motortje mocht ik 2 uur lang het circuit op. Het ging nergens over, maar het was toch wel leuk in die tijd. Ietsje naar rechts, want we rijden niet op zo'n snelle auto. Dus dan moeten we een hele goede ideale lijn nemen om te zorgen dat we zo hard mogelijk door deze Hugholtzbocht naar boven gaan.
harte welkom. Het is de bedoeling dat jullie een fantastische techniek en wetenschapdag gaan beleven. We moeten een paar dingen eventjes heel duidelijk afspreken. Op zo'n dag als deze is veiligheid nummer 1. Technisch personeel is belangrijk en daarom heeft Corus in samenwerking met een aantal scholen de Techno Challenge opgezet. Leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs krijgen de kans om op het circuit van Zandvoort kennis te maken met techniek in allerlei vormen. Het is de bedoeling dat kinderen vandaag onder andere mogen meerijden. We gaan absoluut niet racen en we gaan ook niet trainen. We geven kinderen een rijervaring, een rijbeleving, op basis waarvan ze onder andere zelf mee mogen doen aan een ontwerpwedstrijd om een auto te ontwerpen die echt in dit tijdsbeeld past. Deze auto is ook een auto die is heel erg licht, kunststofcarrosserie, verbruikt heel weinig brandstof en we proberen kinderen een trigger te geven dat ze zelf een auto gaan ontwerpen en dat bijvoorbeeld een elektrisch aangedreven auto of een waterstof aangedreven auto. Wat vind je zo leuk aan techniek? Nou, dat je zelf de dingen van ervan kan maken. En dat je het zelf eigenlijk kan ontwerpen. Wat we aan het doen zijn, is de data die gelogd is zojuist met de speedsters die op het circuit zijn geweest. Die hebben we nu uitgelezen uit de auto. Dat staat op zo'n mooi kaartje. Dat lezen we in de computer. En daarna gaan we kijken hoe de auto gereden heeft. Het hoogtepunt van de dag is het meerijden in een echte racewagen. Spannend? Ja, heel erg. Heb je al eens eerder in een raceauto gezeten? Nee. Wil je later ook iets met de raceauto's gaan doen? Misschien, denk het niet. Eerst maar even kijken hoe je er zo meteen weer uitkomt. Ja. Zou je zelf niet even willen rijden? Nou, ik denk dat ik dan eerder in de vangrail kom. Zo, hoe ging die? Goed hoor. Ja? Niet een beetje misselijk geworden? Nee, valt wel mee. Ga je racelicentie halen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het meer met monteur wordt of zo. Je mocht aftikken als het te snel ging. Heb je het gedaan? Alleen de laatste ronde op het einde. Toen werd het een beetje te gek. Ja. Wat nemen de kinderen mee van deze dag? Een stuk kennis, een stuk enthousiasme, maar ook een hele grote doos met materialen die eigenlijk op deze dag slaan. En ja, ons huis, de aarde, wordt bedreigd, zeggen we. Hè. We hebben het allemaal over het milieu en de klimaatveranderingen. Nou, klimaat verandert al miljoenen jaren. Daar zijn de heren geleerden het ook nog niet over eens dat dat alleen maar door onder andere CO2-uitstoot zou kunnen komen. Het is wel zo dat je met onze snel groeiende wereld voorzichtig moet omgaan met de ruimte waar je woont. En een stuk bewustwording moet bijbrengen. Dus de spullen die kinderen meekrijgen, dat betreft ook vooral zonnecellen en elektro-aangedreven auto's. En over die technologieën maken we ook lesbrieven. Vanaf heel jongs af aan, vanaf 4 jaar tot en met de bovenbouw, basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Je hebt een auto uitgekozen van een Mini, hè? Waarom? Mijn vader race daar vroeger op 10. En heb je zelf al eerder in een raceauto gezeten? Ja, heel vaak. Ook zelf gereden? Nee, dat niet. Wat denkt u dat het resultaat is van deze dag? Een stuk enthousiasme. En dat is het allerbelangrijkste. Verwondering wekken. En als je daarbij laat, dan zou deze dag ook weer zo'n ballonnetje zijn wat je oplaat. Dan zou het een evenement zijn. En dan over 3-4 weken is iedereen het toch weer vergeten. Wij maken er een sociaal proces van. En over 2-3 weken dan mogen dezezelfde leerlingen in het Corus Museum een dag volgen bij de ontdekplek. Dan krijgen en de leerlingen en de leerkracht weer een stukje visie voorgehouden. Zodat ze dat op een hele laagdrempelige manier in hun onderwijs kunnen inbedden. Dit is de flight simulator en dan ga je vliegen met een vliegtuig. En dan moet je die zelf omhoog laten vliegen dus. En weer proberen te landen en zo recht mogelijk zien te houden. Ik zit een Mindstorm te programmeren nu. En wat is dat? Dat is een robot van Lego. Het
techniek moet ook leuk zijn. Techniek en wetenschap. En daar moet je kinderen een worst voor houden. En dit is natuurlijk best een kuifje verhaal geworden. We hadden zelf ook niet gedacht dat het zo snel, zo leuk zich zou ontwikkelen. Maar het is ook gekomen dat bedrijven ontzettend enthousiast gereageerd hebben. En het grote succes is eigenlijk de link die wij als schoolinstituut leggen naar het bedrijfsleven. En dan nu de prijsvraag. Wil jij twee kaartjes winnen voor het Italiaanse racefestijn Spettacolo Sportivo op 30 augustus? Beantwoord dan de volgende vraag. Hoe lang is het circuit van Zandvoort? Is dat A. 6100 meter, B. 3800 meter, C. 4300 meter? Mail je antwoord naar hetzandvoortjournaal@rtvnh.nl en maak kans op twee kaartjes van Spettacolo Sportivo op 30 augustus. En dan de agenda voor de komende week. Op vrijdagavond 24 juli is er in de Klikspaan aan de Haltestraat in Zandvoort een Michael Jackson-avond. Op zaterdag 25 juli wordt er gereisd door de BMW Club op het circuit van Zandvoort. Wordt het derde Corona Beach Tennis Tournament gehouden bij Strandpaviljoen Mango's. En op zondag 26 juli is het circuit alleen voor motoren. Dan wordt namelijk het evenement Motorsport Lifestyle gehouden. En is er op het Gasthuisplein een kunst- en boekenmarkt. Kijk voor meer informatie over activiteiten in Zandvoort op www.zandvoort.nl. Dit was het Zandvoortjournaal. Volgende week zijn we er weer met onder andere een reportage over racelegende Rob Slotenmakers. Zijn we bij de historische autorenclub en bespreken we weer een bocht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort.